U zult wellicht verrast zijn, maar de chique Franse badplaats Cannes is ooit door de Britten ontdekt. In 1834 kwam Lord Brougham, destijds Lord Chancellor van Engeland, toevallig in dit kleine vissersdorpje terecht toen hij op weg was naar Nice. Het beviel hem zo goed dat hij ieder jaar terugkwam en eerst alleen Britse en later ook personen uit de Franse society uitnodigde. Vandaag de dag is Cannes het mekka van de glamour. Bekend om zijn festivals, conferenties, shopping en natuurlijk de stranden. Het meest bekend is Cannes misschien wel doordat hier al 60 jaar het internationale filmfestival wordt gehouden. En wie laat zich niet graag als een echte filmster fotograferen op de rode loper van het Palais de Festival? Hier vindt u ook het grootste casino van Cannes. Vlakbij ligt Le Vieux Port, een grote jachthaven waar vissersbootjes en zeiljachten naast elkaar liggen. Jaarlijks wordt hier ook de bekende bootshow van Cannes gehouden. Aan de oostzijde van de baai bevindt zich de nieuwe jachthaven. Hier liggen de grootste privéjachten ter wereld. Je kijkt je ogen uit. Tussen deze twee jachthavens ligt de baai van Cannes, met daarachter de brede boulevard en het centrum van de stad, La Croisette, met talloze boutiquejes en restaurants. Parallel aan La Croisette ligt de belangrijkste winkelstraat van Cannes, de Rue d'Antibes. En als u uitgeshopt bent, zijn er hier nog volop mogelijkheden om u te vermaken. En genoeg leuke plekken om wat te eten en te drinken. Glamour aan zee.